Hey, welkom bij een nieuwe video. Al meer dan 530 miljoen jaar zwemmen vissen in de rivieren en oceanen van onze planeet. Ze hebben zich ontwikkeld tot een diverse groep met naar schatting zo'n 34.000 verschillende levende vissoorten. Een klein aantal van deze vissen worden gezien als gevaarlijk vanwege hun agressieve gedrag of gifstoffen. Vandaag laten we je de 40 gevaarlijkste vissen ter wereld zien. Ben jij nieuw op dit kanaal? Zorg ervoor dat je even abonneert met het belletje aan. En voordat we beginnen, doe ook even een duimpje omhoog. De yellow boxfish, wetenschappelijk bekend als de Otaracion cubicus, heeft een opvallende vorm en helder gele kleur die roofdieren in het wild afschrikken. Roofdieren weten echter niet dat dit visje eigenlijk zelf een roofdier is. Ondanks zijn kleine formaat heeft het een krachtige hoornachtige snuit waarmee het zich in nauwe ruimtes kan wurmen op zoek naar voedsel. Het echte gevaar schuilt zich in het feit dat het een uniek verdedigingsmechanisme bezit in de vorm van een gif genaamd ostracitoxine. Deze vis zal zijn krachtige gif gebruiken wanneer hij zich gestrest of bedreigd voelt. Het vlees van de vis kan ook secretaire vergiftiging veroorzaken bij consumptie, wat kan leiden tot ernstige gezondheidsproblemen en zelfs de dood. De Goonse meerval wordt als gevaarlijk beschouwd vanwege zijn grote formaat, krachtige kaken en scherpe tanden. Het is een roofdier dat in staat is om prooi aan te vallen die zelfs groter zijn dan hij zelf. Deze grote zoetwatervis komt voor in rivieren in heel Azië. In tegenstelling tot veel andere meervalsoorten die voornamelijk bodemvoeders zijn, jaagt de Goonse meerval actief op prooi aan het wateroppervlak. Er zijn zelfs meldingen geweest dat hij mensen zou aanvallen, wat heeft geleid dat sommigen het als een mensetende vis bestempelen. De blauwvintrekkervis is een van de grootste en meest agressieve rifvissen vanwege zijn territoriale en agressieve gedrag. Om zijn territorium te verdedigen valt hij gemakkelijk andere vissen aan met zijn krachtige kaken door te bijten. Daarnaast moeten duikers en snorkelaars ook oppassen dat ze niet dicht in de buurt komen, want ook mensen zijn niet veilig rondom deze vis. Een interessant feitje is dat deze vis koraal als gereedschap gebruikt om schelpen te kraken en prooi te bemachtigen. Het is belangrijk om afstand te houden en respect te tonen voor een territorium om confrontaties te vermijden. De gigantische slangenkopvis is een grote zoetwatervis die voorkomt in Zuidoost-Azië en bekend staat om zijn agressieve, roofzuchtige gedrag. Hij jaagt actief op prooien en kan andere vissen en zelfs kleine zoogdieren aanvallen. Daarnaast heeft de slangenkopvis scherpe tanden en een krachtig kakenstelsel waarmee hij prooien kan grijpen en bijten. Een ander aspect van de vis is dat hij zich kan aanpassen aan verschillende habitats en omstandigheden. Een van de dingen wat deze vis angstaanjagend maakt is dat hij over het land kan bewegen door gebruik te maken van zijn vinnen. Bovendien is het een invasieve soort die verwoestende effecten kan hebben op lokale ecosystemen. De gepen is een slanke, zilverkleurige vis die voorkomt in zoutwateromgevingen over de hele wereld. Ze staan bekend om hun lange, dunne lichaam en scherpe, puntige kaken waarmee ze zich een weg kunnen banen door scholen kleine vissen op zoek naar prooi. Zelfs mensen zijn niet veilig voor deze vissen. Ze zijn goed uitgerust om met hoge snelheden te zwemmen dankzij hun slanke lichamen en naaldachtige vorm en kunnen zelfs uit het water springen om aan roofdieren te ontsnappen. Bovendien zwemmen deze vissen vaak in grote scholen die kunnen bestaan uit honden of zelfs duizenden individuen. Je hebt gehoord van slangachtige vissen die angstaanjagend zijn, maar wat dacht je van wolfachtige vissen? De Anhumara is een roofzuchtige zoetwatervis die van nature voorkomt in het Amazonebekken en omringende gebieden. Hij staat bekend om zijn krachtige kaken en scherpe tanden waarmee hij jaagt op kleinere vissen en ongewervelde dieren. De Anhumara is een van de grootste zoetwatervissen in Zuid-Amerika en kan wel 1,4 meter lang worden en meer dan 25 kilogram wegen. Zijn territoriale gedrag en roofzuchtige instincten maken hem ook tot een potentiële bedreiging voor mensen die ermee in contact komen. De kandiru is misschien wel de meest meedogenloze vis op deze lijst en staat bekend vanwege zijn parasitaire gedrag. Deze zoetwatervis komt voor in het Amazonegebied. Wat hem zo gevaarlijk maakt is dat hij de neiging heeft om naar binnen te zwemmen in de urinebuis van mensen. Hoewel de kandiru niet bekend staat om opzettelijk op mensen te jagen, wordt er gedacht dat de vissen waarschijnlijk aangetrokken worden door de lichaamsvloeistoffen. Als de vis eenmaal de urinebuis binnen is gedrongen, kan dit intense pijn en fatale infecties veroorzaken. Het is dus beter om twee keer na te denken voordat je een duik neemt in de Amazonerivier. De Muskellunge is een grote zoetwatervis die van nature voorkomt in Noord-Amerika.
Hij staat bekend om zijn indrukwekkende grootte en agressieve roofzuchtige gedrag waarbij hij jaagt op kleinere vissen, amfibieën en zelfs kleine zoogdieren. In zeldzame gevallen kunnen deze vissen een ongelooflijke 2,4 meter lang worden met een gewicht van 32 kilogram. Ze staan voornamelijk bekend om een unieke jaaggedrag waarbij ze hun prooi besluipen en dan plotseling en krachtig toeslaan. Hoewel aanvallen op mensen zeldzaam zijn, is het belangrijk om voorzichtig te zijn om mogelijk schade te voorkomen. Zaagvissen zijn een familie van rogachtige vissen die voorkomen in warme, ondiepe wateren over de hele wereld. Ze zijn vernoemd naar hun lange, platte snuiten die zijn bedekt met rijen scherpe tanden waardoor ze zaagachtige uiterlijk hebben. Als ze bedreigd of geprovoceerd worden, kunnen zaagvissen hun snuiten gebruiken als verdedigingswapen en om prooi op te sporen. Ze staan bekend om het eten van verschillende kleine vissen en ongewervelde dieren, maar ook schaaldieren en zelfs kleine haaien. Daarnaast kunnen sommige soorten maar liefst 6 meter lang worden, wat hen behoorlijk angstaanjagend maakt. De gigantische monkfish is een diepzeevis die kan worden gevonden in wateren over de hele wereld. Hoewel ze doorgaans niet bekend staan als agressief tegenover mensen, zijn ze wel een gevaarlijk roofdier vanwege hun grote omvang en krachtige kaken. Ze staan bekend om het verorberen van een breed scala aan prooien, waaronder andere grote vissen en zelfs kleine haaien. Ze zijn ook in staat om hun lichaam op te blazen om groter en intimiderender over te komen op potentiële roofdieren. De gestreepte doktersvis, wetenschappelijk bekend als de Acanthurus lineatus, is een veel voorkomende rifvis die wordt gevonden in tropische oceanen. Ze worden over het algemeen niet als agressief of gevaarlijk beschouwd voor mensen, tenzij ze zich bedreigd of geprovoceerd voelen. De gestreepte doktersvis kan worden geïdentificeerd aan de hand van hun scherpe stekels die ze gebruiken ter verdediging tegen roofdieren. Deze stekels kunnen pijnlijke wonden veroorzaken als een persoon ermee in contact komt. In zeldzame gevallen kunnen deze stekels een mild gif afgeven dat kan leiden tot zwelling of infectie. Dergelijke incidenten komen echter zelden voor en kunnen worden voorkomen door afstand te bewaren en ze tijdens het snorkelen of duiken op een veilige afstand te observeren. Schorpioenvissen zijn een familie van giftige vissen die als gevaarlijk worden beschouwd vanwege hun giftige stekels en camouflage. Deze vissen zijn meesters in vermomming en gaan naadloos op in een omgeving op de oceaanbodem of tussen koraalriffen. Hun stekels bevatten gif dat intense pijn, zwelling en andere symptomen kan veroorzaken als ze worden aangeraakt. Daarnaast hebben sommige soorten schorpioenvissen krachtige gifstoffen die het zenuwstelsel kunnen aantasten en zelfs dodelijk kunnen zijn als ze niet onmiddellijk worden behandeld. Daarom is het belangrijk om voorzichtig te zijn en contact met schorpioensvissen te vermijden als je snorkelt, duikt of kustgebieden verkent. Tijgerhaaien worden gevonden in warme kustwateren over de hele wereld en je kunt ze herkennen aan hun kenmerkende gestreepte patronen. Deze haaien kunnen lengtes bereiken tot 5 meter lang en wegen meer dan 1000 kilogram. Het zijn ervaren jagers die hun scherpe zintuigen en tanden gebruiken om zich te voeden met kleine vissen, vogels en zelfs krokodillen. Ze hebben een agressief voedingsgedrag en springen vaak uit het water om hun prooi te vangen. Hoewel tijgerhaaien over het algemeen niet op zoek gaan naar mensen als prooi, kunnen hun nieuwsgierigheid leiden tot aanvallen. Daarnaast worden ze ook gezien als de grootste roofvis in de oceaan. Murenen zijn een groep roofvissen met krachtige kaken, scherpe tanden en ze kunnen erg agressief zijn wanneer ze zich bedreigd voelen. Je kan ze overal ter wereld vinden, in tropische tot aan subtropische wateren. Sommige soorten hebben een giftige slijmlaag op hun huid die irritatie of zelfs giftige effecten kan veroorzaken als het via een wond in de bloedbaan terechtkomt. Maar wat ze echt gevaarlijk maakt is hun krachtige beet en hun vermogen om zich te verschuilen in spleten en onverwachts toe te slaan op hun prooi. Hun tanden zijn ontworpen om prooien vast te grijpen en te verscheuren. Hoewel ze over het algemeen niet agressief zijn tegen mensen en confrontaties liever vermijden, kunnen ze defensief worden en bijten als ze zich bedreigd of geprovoceerd voelen. Arapaimavissen, ook wel bekend als pirarucu, zijn zoetwatervissen die inheems zijn in het Amazonegebied in Brazilië. Ze behoren tot de grootste zoetwatervissen ter wereld met lengtes tot 3 meter lang en een gewicht van 180 kilogram. Ondanks hun grootte staan arapaimavissen bekend om hun behendigheid en snelheid in het water. En als dat nog niet genoeg is, hebben ze een taaie, schubbige huid die hen beschermt tegen roofdieren wanneer ze worden aangevallen. Daarnaast hebben ze het vermogen om zich in onderwaterspleten te verstoppen en niet vermoedende prooien in een hinderlaag te lokken. Er gaan ook verhalen rond dat ze mensen kunnen aanvallen.
Dit gebeurt echter alleen als ze worden geprovoceerd of als ze in het nauw worden gedreven. De clownvis, ook wel de Amphiprioninae genoemd, zijn een groep kleine felgekleurde vissen die voorkomen in koraalriffen over de hele wereld. Ze staan bekend om een symbiotische relatie met zeeanemonen die hen bescherming bieden tegen roofdieren in ruil voor voedingsstoffen en verdediging tegen andere dieren. Hoewel zeeanemonen zelf giftig zijn, zijn clownvissen er resistent tegen. Maar laat je niet in een maling nemen door hun uiterlijk zoals Nemo. De reden waarom ze zo mooi en fel gekleurd zijn is om potentiële roofdieren te waarschuwen dat ze giftig zijn of anderszins oneetbaar. De caimansnoek is een agressieve roofvis die bekend staat om zijn lange neus en al ongeveer 100 miljoen jaar op aarde leeft. Hiermee is het een van de oudste nog bestaande vissoorten. Deze zoetwatervissen komen voor in rivieren en meren in heel Noord-Amerika. Ze hebben slanke lichamen en een opvallende kaaklijn die gevuld is met scherpe tanden die perfect zijn aangepast om hun prooi vast te houden. Daarnaast kunnen ze zich door onderwaterplanten en puin wringen om aan dreigingen te ontkomen. Hun harde schubben bieden ook een beschermende barrière tegen mogelijke aanvallen. Roodbuikpiranha's komen voor in het Amazonegebied in Zuid-Amerika, voornamelijk in de rivieren en stromen van Brazilië, Bolivia en Peru. Het is een vleesetende zoetwatervis die bekend staat om zijn scherpe tanden, krachtige kaken en agressieve aard. Ze hebben een kenmerkende roodachtige buik en groeien meestal uit tot ongeveer 30 centimeter lang. Piranha's vallen vaak in groepen aan waarbij ze hun scherpe tanden gebruiken om hun prooi te verscheuren. Ze staan ook bekend om hun uitstekende reukvermogen dat ze gebruiken om prooi in troebel water op te sporen. Als voedselbronnen schaars zijn, kunnen ze ook grotere dieren aanvallen en in zeldzame gevallen zelfs mensen om hun roofinstincten te bevredigen. De spotted trunkfish, wetenschappelijk bekend als de Lactrovis viscoidalis, is niet per definitie gevaarlijk voor mensen. Ze staan echter bekend als territoriaal en zullen hun ruimte verdedigen wanneer ze bedreigd worden. Dit doen ze door middel van hun scherpe stekels op zijn lichaam waarmee ze een pijnlijke steek kunnen uitdelen. Deze vis kan worden gevonden in warme, ondiepe wateren in de hele Caribische Zee tot aan de Atlantische Oceaan. Hoewel ze traag en afhankelijk van camouflage zijn, hebben ze een eigenschap om roofdieren te slim af te zijn. Ze kunnen namelijk hun lichaam opblazen, wat het voor roofdieren moeilijker maakt om hen in te slikken. De blauw gespikkelde pijlstaartrog is bekend om zijn unieke jaaggedrag. Ze kunnen zich namelijk ingraven in het zand en wachten geduldig tot er een prooi voorbij zwemt die ze kunnen aanvallen. Het is een kleine, platte vis met een opvallende blauwe kleur en helderblauwe vlekken op zijn lichaam. Ze groeien meestal uit tot ongeveer 50 centimeter lang en hebben een lange, zweepachtige staart die is uitgerust met een giftige angel aan het einde. Wanneer hij bedreigd wordt, kan hij uithalen met zijn staart en een giftige steek toedienen die intense pijn, zwelling en zelfs weefselschade kan veroorzaken. Hoewel ze over het algemeen menselijk contact vermijden en alleen steken als ze worden uitgedaagd, is het belangrijk om voorzichtig te zijn en ze niet te storen. De Picasso doktersvis is niet per se gevaarlijk, maar het heeft bepaalde kenmerken die schadelijk kunnen zijn. Ze leven in koraalriffen in de hele Indo-Pacifische regio van de oostkust van Afrika tot de eilanden in de Stille Oceaan. Het zijn snelle zwemmers en kunnen daardoor potentiële bedreigingen vermijden, maar ze staan meer bekend om hun scherpe stekels op zijn staart. Deze zwaardachtige stekels zijn scherp en kunnen pijnlijke verwondingen toebrengen aan mensen of andere vissen. Daarnaast kan deze vis parasieten of gifstoffen bij zich dragen die risico's kunnen opleveren voor mensen als ze worden gegeten. De Goliath-tijgervis is een grote roofvis die inheems is in het stroomgebied van de Congo-rivier in Afrika. Het is een van de grootste zoetwatervissen ter wereld en kan een lengte bereiken van 2,5 meter met een gewicht van 100 kilogram. Het is een vleesetende vis en voedt zich met andere vissen en kleine dieren. Hij heeft een grote, krachtige bek met scherpe tanden die botten kunnen vermorselen en vlees kunnen verscheuren. Hoewel de Goliath-tijgervis niet giftig is, is het een gevaarlijke vis vanwege zijn grootte en kracht. Er zijn enkele gevallen bekend van aanvallen op mensen, vooral in gebieden waarop hem wordt gejaagd. Er zijn ook meldingen van aanvallen op krokodillen, waardoor het een van de weinige vissoorten ter wereld is die jaagt op deze grote reptielen. Grote witte haaien worden gevonden in de meeste oceanen ter wereld. Het zijn grote, roofzuchtige vissen met een gemiddelde lengte van 6 meter en een gewicht van 2000 kilogram. Ze hebben een kenmerkende grijze kleur en een puntige snuit met rijen scherpe tanden. Hun krachtige beet kan gemakkelijk door de huid en botten van hun prooien snijden.
De grote witte haai is een snelle zwemmer en heeft een uitstekend jachtinstinct waardoor ze prooien met precisie kunnen achtervolgen en aanvallen. Als toproofdieren van de oceaan kunnen ze kleine hoeveelheden bloed in het water detecteren. Hoewel aanvallen op mensen zeldzaam zijn, gebeurt het wel eens, dus je kunt maar beter oppassen in wateren waar deze haaien rondzwemmen. De eekhoorn- en soldatenvis wordt over het algemeen niet gezien als gevaarlijk voor mensen, maar ze hebben echter wel stekels op hun rugvinnen die verwondingen kunnen veroorzaken als ze verkeerd worden vastgepakt. Hun belangrijkste verdedigingsmechanisme is zich verbergen tussen koraalriffen of in spleten waarbij ze vertrouwen op hun camouflage om roofdieren te vermijden. Ze hebben een uniek jaaggedrag waarbij ze hun grote ogen gebruiken om 's nachts op prooi te jagen. Deze vissen worden meestal gevonden in koraalriffen en rotsachtige gebieden in de oceaan over de hele wereld, voornamelijk in warme, tropische wateren. Het zijn echter de stekels waar je voor moet oppassen, want ze zullen ze absoluut gebruiken als ze zich bedreigd voelen. De Welsh meerval, ook wel de Europese meerval genoemd, kan als gevaarlijk worden beschouwd vanwege zijn grote, roofzuchtige gedrag en sterke kaken. Het is een van de grootste zoetwatervissen in Europa. Hij kan indrukwekkend lang worden, enkele meters en meer dan 100 kilogram wegen. Met zijn krachtige kaken vol scherpe tanden kan hij ernstige beten toebrengen en verwondingen veroorzaken als hij verkeerd wordt aangepakt. Hoewel ze zich voornamelijk voeden met vis, zijn het opportunistische roofdieren en kunnen ze een grote verscheidenheid aan prooien eten, waaronder vogels, zoogdieren en zelfs kleinere leden van hun eigen soort. Het is echter belangrijk om voorzichtig en respectvol om te gaan met deze meerval om je persoonlijke veiligheid te garanderen. Je kunt overwegen om een in gevangenschap gekweekt exemplaar van een forktail blenny te kopen bij je plaatselijke viswinkel. Deze vissen hebben echter kleine giftige tanden die dienen als verdedigingsmechanisme tegen grotere vissen. Hoewel hun beten over het algemeen niet gevaarlijk zijn voor mensen, kunnen ze wel pijn en ongemak veroorzaken. Het is dus belangrijk om voorzichtig en met respect om te gaan met deze vis, want zelfs niet agressieve soorten kunnen bijten als ze zich in het nauw gedreven voelen. Daarnaast hebben ze ook een slijmlaag die giftige stoffen bevatten en vrijkomen wanneer een roofdier de vis probeert te bijten. Lampreien zijn kaakloze, palingachtige vissen die bekend staan om hun parasitaire levensstijl. Ze voeden zich door zich vast te hechten aan andere vissen en hun bloed en lichaamsvloeistoffen op te zuigen. Dit doen ze door middel van hun tong te gebruiken om in het vlees van het slachtoffer te boren. Lampreien hebben een ronde bek gevuld met een reeks scherpe tanden. Door hun parasitaire aard en hun vermogen om andere vissen te verzwakken of te doden, vormen ze een bedreiging in aquatische ecosystemen. In enkele gevallen heeft de lamprei zich weten vast te hechten aan mensen, wat behoorlijk angstaanjagend is. Barracuda's zijn woeste roofdieren die voorkomen in tropische en subtropische oceanen over de hele wereld. Ze hebben langgerekte lichamen die zijn ontworpen voor snelle zwemsnelheid en ze staan ook bekend om hun behendigheid. Barracuda's zijn uitgerust met krachtige kaken vol vlijmscherpe tanden die hen helpen om prooi te vangen en te eten. Ze jagen vaak in groepen en werken samen om scholen kleinere vissen naar een gebied te drijven waar ze gemakkelijker gevangen kunnen worden. Ondanks hun angstaanjagende reputatie zijn barracuda's ook belangrijke prooien voor andere grote roofdieren zoals haaien. Toch kun je bewijs vinden van het tegenovergestelde, dat zij degene zijn die hun aanvallen. De smooth toadfish, ook wel de Tetractenus galba genoemd, is een vissoort die voornamelijk voorkomt in modderige en zanderige kustgebieden in de Atlantische Oceaan. Ondanks hun grappige naam zijn deze vissen geen kikkers of zelfs nauw verwant aan hen. De reden waarom ze deze naam hebben is omdat ze erop lijken. Het zijn relatief kleine vissoorten in vergelijking met andere vissoorten. De uitpuilende ogen zijn ook bedekt met benige platen die hen helpen beschermen tegen roofdieren. Ze hebben een uniek verdedigingsmechanisme waarbij ze slijmerig slijm produceren op hun huid om het voor roofdieren moeilijker te maken om hen te vangen. Je kunt ze dus beter niet aanraken, want zijn rugvin heeft gifklieren die intense pijn en weefselschade kan veroorzaken. De vissen staan er ook onbekend hun tanden te malen om een luidruchtige grond te produceren dat lijkt op een misthoorn. De arowana-vis is een vaardige jager. Het zijn grote, zeer roofzuchtige vissen die voornamelijk voorkomen in tropische zoetwaterrivieren in Zuid-Amerika en Zuidoost-Azië. Ze staan bekend om hun kenmerkende langgerekte vorm en scherp getande kaken. Arowana-vissen hebben een speciaal orgaan waarmee ze lucht van het wateroppervlak kunnen ademen, waardoor ze kunnen overleven in wateren met weinig zuurstof.
Een ander interessant feitje is dat ze indrukwekkende sprongen kunnen maken boven het wateroppervlak, soms wel tot enkele meters hoog. De arowana is niet per definitie gevaarlijk voor mensen. Het is echter wel belangrijk om voorzichtig met ze om te gaan vanwege hun sterke en scherpe kaken, want ze kunnen krachtige beten uitdelen als ze zich bedreigd voelen. Bovendien kunnen sommige arowana-soorten extreem groot worden en hun grootte alleen al kan een uitdaging vormen als het gaat om de juiste behandeling. Pietermannen zijn een familie van giftige vissen die in zowel zoutwater als zoetwaterhabitats over de hele wereld voorkomen. Deze vissen zijn om verschillende redenen gevaarlijk. Ten eerste hebben ze giftige stekels op hun rugvinnen die ernstige pijn en verwondingen kunnen veroorzaken. Ten tweede zijn ze bedreven in het camoufleren van zichzelf in zanderige of rotsachtige zeebodems. Hierdoor zijn ze moeilijk te herkennen en het risico dat je erop een trapt is groot. Ze gebruiken deze techniek om prooien te overvallen en roofdieren te vermijden. Ten slotte kan het gif leiden tot symptomen zoals zwelling en in zeldzame gevallen zelfs effecten die het hele lichaam beïnvloeden. Viperfish zijn diepzeevissen die in alle oceanen voorkomen en bekend staan om hun kenmerkende slagtanden die lijken alsof ze uit een horrorfilm komen. Hun slagtanden die scharnierend zijn kunnen terugklappen in een speciale groef in hun kop wanneer ze niet in gebruik zijn. De vis heeft hiermee het vermogen om zijn prooi in een hinderlaag te lokken in de diepzee. Daarnaast kan hij prooi opslokken die groter zijn dan hij zelf en met zijn scherpe tanden kan hij ernstige wonden toebrengen. Bovendien is hij uitgerust met lichtgevende fotoforen die hij gebruikt om prooi te vinden in de diepe, donkere wateren waarin het leeft. De noordelijke stargazer is een unieke vissoort die voorkomt in de westelijke Atlantische Oceaan van North Carolina tot de Golf van Mexico. Hij heeft een opvallend uiterlijk met uitpuilende ogen die bovenop de kop gepositioneerd zijn om prooien te kunnen zien terwijl zijn mond aan de onderkant van zijn kop zit zodat hij prooien kan grijpen die langs zwemmen. De vis begraaft zichzelf in het zand waardoor hij nietsvermoedende prooien kan verrassen die te dichtbij komen. Zijn grote bek met scherpe tanden kan ook krachtige elektrische schokken toedienen en zijn slachtoffers verlammen. Daarnaast heeft hij ook speciale giftige stekels bij zijn ogen waarmee hij gif kan injecteren tegenover bedreigingen en roofdieren. De alligatorsnoek staat bekend als een gevaarlijke vis vanwege zijn grote, roofzuchtige gedrag en fysieke kenmerken. Hij komt voornamelijk voor in het zuiden van de Verenigde Staten. Met zijn lange, met tanden gevulde snuit kan hij krachtige beten toedienen waardoor hij zowel prooien als potentiële bedreigingen ernstig verwondt. De alligator snoek dankt zijn naam aan zijn lange en smalle snuit die lijkt op die van een alligator. Hij kan maar liefst 3 meter lang worden met een gewicht van 100 kilogram. Met gemak kan hij een breed scala aan prooi overmeesteren en verorberen, waaronder vissen, schildpadden en kleine zoogdieren. Het is ook een van de grootste zoetwatervissen in Noord-Amerika en naar schatting zou deze vis 100 miljoen jaar geleden zijn geëvolueerd. De elektrische aal wordt gezien als gevaarlijk vanwege zijn vermogen om krachtige elektrische schokken te produceren. Hij wordt voornamelijk gevonden in de modderige wateren van het Amazone- en Orinoco-rivierbekken in Zuid-Amerika. Deze vis heeft gespecialiseerde organen, elektrocyten genaamd, die elektriciteit opwekken en die hij gebruikt voor navigatie, de jacht en zelfverdediging. Als hij wordt bedreigd kan hij elektrische schokken met een hoog voltage geven die behoorlijk krachtig zijn tot wel 600 volt. Hiermee kan hij zijn prooien verdoven, immobiliseren of afschrikken. Mensen moeten ook oppassen, want de schokken zijn erg pijnlijk en in sommige gevallen sterk genoeg om een hartstilstand of verdrinking te veroorzaken. Kogelvissen zijn vissen die in warme, ondiepe wateren over de hele wereld voorkomen en erg gevaarlijk zijn vanwege het krachtige gif dat ze hebben. Ze staan ook bekend om hun lichaam op te blazen tot meerdere keren hun grootte als verdedigingsmechanisme. Echter, hun vermogen om het op te zwellen heeft een prijs, omdat de toegenomen grootte hen kwetsbaarder kunnen maken om gegrepen te worden door een roofdier. Ze compenseren dit echter door zeer giftig te zijn en dit gif bevindt zich in hun inwendige organen en huid. Het gif, tetrodotoxine genaamd, is ook zeer giftig voor mensen en de consumptie van deze vissen die het gif bevatten kan fataal zijn. Desondanks wordt deze vis in sommige keukens als een delicatesse beschouwd, zoals in Japan waar het bekend staat als fugu. De pajaravis, beter bekend als de vampiervis, komt voor in Zuid-Amerikaanse rivieren en staat bekend om hun scherpe tanden en agressieve eetgedrag. Deze roofvissen hebben hoektanden die wel 15 centimeter lang kunnen worden.
Deze tanden in combinatie met hun krachtige kaken zorgen ervoor dat ze andere vissen kunnen vangen en opeten, zelfs vissen die groter zijn dan zijzelf. Hoewel ze voornamelijk andere vissen als prooi hebben, zijn er af en toe meldingen van pajara's die mensen bijten die met hen in contact komen. Dit gebeurt meestal als mensen de vissen verkeerd hanteren of als vissers haken uit hun bek proberen te verwijderen. De gewone koraalduivel zijn giftige vissen die voorkomen in de Indo-Pacifische regio, het Caribisch gebied en de Atlantische Oceaan. De vis heeft opvallende rode en witte strepen op zijn lichaam en lange wapperende vinnen. De giftige stekels op zijn rug gebruikt hij ter bescherming tegen roofdieren en om prooi te overmeesteren. Zijn gif is erg krachtig en tast het zenuwstelsel aan en veroorzaakt intense pijn, zwelling en zelfs verlamming bij mensen. Alleen al aanraking kan een wereld van pijn ontketenen. Een interessant feitje is dat hij een unieke jachttechniek heeft waarbij hij zijn vinnen gebruikt om kleine vissen in een hoek te drijven voordat hij toeslaat met zijn giftige stekels. Ze staan ook bekend om bijna alles te verteren, inclusief visskeletten. De stierhaai wordt om verschillende redenen beschouwd als de gevaarlijkste haaiensoort ter wereld. Ze staan bekend om hun agressieve aard en hun vermogen om zowel zout- als zoetwateromgevingen te verdragen waardoor ze overal kunnen leven. Door dit aanpassingsvermogen komen ze in kustgebieden in de buurt van mensen waardoor de kans op confrontaties toeneemt. Ze doen er ook alles aan om het territorium te beschermen, vooral tijdens het parings- en broedseizoen. Bovendien hebben deze haaien een sterke bijtkracht en scherpe tanden die ontworpen zijn om prooi te vangen en op te eten. Hun dieet bestaat uit vissen, schildpadden, vogels en zelfs andere haaien. Hoewel mensen niet hun favoriete prooi zijn, kunnen ze in troebel water of tijdens vreedpartijen mensen verwarren met potentiële voedselbronnen. De steenvis wordt algemeen beschouwd als de giftigste vis ter wereld. Hij komt voor in ondiepe wateren in de Indo-Pacifische en Australische regio's. De steenvis is behoorlijk moeilijk te zien omdat zijn gevlekte bruine en grijze kleuring hem helpt om op te gaan in zijn omgeving. Het zijn hinderlaagjagers die vertrouwen op hun camouflage om prooi te vangen, waaronder kleinere vissen en schaaldieren. Het gif van de steenvis kan worden afgegeven via zijn stekels die zich op zijn rug bevinden. Deze stekels kunnen een krachtig neurotoxine injecteren dat ondraaglijke pijn, verlamming en zelfs de dood kan veroorzaken bij mensen als het onbehandeld blijft. Interessant is dat de steenvis het vermogen heeft om zijn giftige stekels opnieuw te laten groeien, wat behoorlijk huiveringwekkend is. Gezien hun zeer giftige aard, camouflage en de kans op toevallige ontmoetingen met mensen, wordt de steenvis terecht gezien als de gevaarlijkste vis ter wereld. Bewustzijn, voorzichtigheid en de juiste veiligheidsmaatregelen zijn essentieel als je gaat zwemmen, snorkelen of duiken in de gebieden waar deze vissen kunnen voorkomen. Ben jij wel eens een gevaarlijke vis tegengekomen? Laat het me weten in de reacties. Als je het een interessante video vond, doe dan even een duimpje omhoog. Wil je meer video's zien die ik heb gemaakt? Klik er een aan op het scherm of neem een kijkje op het kanaal. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer.